Welkom bij aflevering 3 van Slachtoffer uit de Schaduw. De reeks over slachtoffers en slachtofferrechten in Vlaanderen. In deze aflevering maken we een sprong in de tijd. We luisteren naar Vera. 10 jaar geleden was ze slachtoffer van een verkrachting. Zij getuigt over welke problemen zij heeft ervaren en wat zij als slachtoffer nodig had en nu, jaren na de feiten, nog steeds nodig heeft. Ik heb even de rechtbank op stelte gezet. Dan was ze direct vrij om me te kalmeren. Je hoort ook de getuigenis van 2 kinderen. Pleegpapa Frank neemt het woord voor zijn pleegkindjes Cato en Maxime. Die werden misbruikt door een biologische vader. Alle namen in deze getuigenis zijn fictief. Is er schuldbesef? Is er geen schuldbesef? Dat wou we ook graag weten. En er is ook Karen, de justitieassistente slachtofferontaal die Frank en zijn vrouw Melissa heeft begeleid. Hier was het ook heel erg duidelijk dat die pleegouders al heel lang aan het wachten waren. Tony Heren, een bekende stem uit de vorige aflevering, komt ook terug. Hij vertelt wat hij als onderzoeksrechter als de tweede belangrijkste evolutie zag binnen slachtofferzorg na het ontstaan van de dienst slachtofferontaal. Dat zij eens graag met de dader aan tafel wou gaan zitten, niet om hem de huid vol te schelden. Mijn naam is Kate Luisterborg, reporter van dienst van het Agentschap Justitie en Handhaving. En dit is Slachtoffer uit de Schaduw, slachtofferrechten in Vlaanderen. Aflevering 3, de groeipijnen. Ik ben Vera. Ik ben ongeveer 10 jaar geleden verkracht in mijn garagebox. Om 1:30 s'nachts zoiets. Ik had geen telefoon meer, want die had hij gestolen. Hij had alles afgenomen van mij. Ik had niks meer. Ik ben naakt naar boven moeten lopen. Gelukkig had ik toen nog een vast toestel. Ik heb toen de politie gebeld. En die zijn dan gekomen in grote getalen. Ik denk ongeveer, geschat, 15 combi's die voor mijn deur stonden. Allemaal met zwaailicht en met sirenes. Dus de hele buurt wist het dat er wel degelijk iets aan de hand was. Heel mijn appartement stond vol geuniformeerde politieagenten. Ik vond dat erg ongemakkelijk op dat moment. Je ligt totaal in de puin, om het zo te zeggen. En dan had ik echt de indruk dat ik een bezienswaardigheid was, eigenlijk. Vera wordt omringd door politie en hulpverleners die wel hun best doen, maar wie ze echt nodig heeft, is er niet. Iemand met de nodige expertise in het omgaan met slachtoffers van verkrachting. Deze feiten zijn gebeurd voor 2017, toen de zorgcentra na seksueel geweld zijn opgericht. Vera's verhaal toont aan waarom zo'n gespecialiseerde centra nodig zijn. Haar traject zag er nog zo uit. Naar een gewoon ziekenhuis voor onderzoek, een zogenaamde rape kit, waarmee mogelijk opgelopen SOA's konden worden opgespoord en sporen van de dader. Daar bleek dus dat ik niet binnen mocht, omdat ik geen paspoort meer had. Dat gestolen was natuurlijk door hem. En uiteindelijk heeft dan een van die agenten heeft dan met de dame gaan praten en hebben ze me binnengelaten. Nog eens, makkelijk een uur, anderhalf uur later, is er een mannelijke gynaecoloog gekomen, want een vrouwelijke konden ze niet vinden. Die mens heeft zijn best gedaan, maar heeft ook geen 5 woorden gesproken. Dus ik zat daar, ja, ik voelde mij heel alleen. Er is ook geen enkel verpleegster bij mij komen zitten. Ik lag daar te huilen in, op een bedje. Dan is de rapekit afgenomen. Dan mocht ik terug huiswaarts. Die officier, denk ik dan. Dat was de enigste die enig menselijk contact voelde, blijkbaar. Die officier heeft me dan thuis teruggebracht. En ja, ik heb de indruk dat die mens zelf niet goed wist wat dat er met de situatie aan moest. De officier die bij haar is, toont warmte en aandacht. Net wat ze nodig heeft. Maar hij is de enige. Ze legt die nacht een lange verklaring af, waarvan maar een paar zinnen in haar dossier komen. In diezelfde periode werden nog 2 andere slachtoffers verkracht door dezelfde man. De verklaringen van die slachtoffers zijn wel volledig genoteerd. Wanneer Vera spreekt over wij, verwijst ze naar die andere slachtoffers. De dokter stelde vast dat ik een geslachtsziekte had. Gelukkig een lichte. Toen heb ik gevraagd van, kunnen wij aids hebben? Later bleek op zedefeiten, toen hij was opgepakt, 12 dagen later, dat de dader niet verplicht was van een aidstest te laten doen. Hij was dus niet verplicht van 1 druppeltje bloed af te geven
Ik vond dat zo absurd. Wij moesten dus een jaar, dus 4 testen laten doen. Een jaar wachten in de hoop dat je geen aids hebt. Elk pijntje voel je dan en elk bultje denk je dan, oh, ik heb het. Terwijl als ze 1 druppeltje bloed van hem nemen, een aids-test doen, zou het voor ons zijn opgelost. Nee. De zin die ik altijd blijf zeggen is, slachtoffers hebben plichten en daders hebben rechten in deze maatschappij. Die zin, die blijf ik met me meenemen, denk voor de rest van mijn leven, want dat is wat de rode draad die door mijn verhaal loopt, denk ik. Veel frustraties dus, en te begrijpen. En veel miserie. Ze heeft geen verzekering, waardoor een goede advocaat te duur is. En ze krijgt niet altijd antwoord op haar vragen. Gelukkig zijn er wel Freya en Caro, de justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal. Haar broodnodige steun bij elke volgende stap. Nadat hij was opgepakt, na de feiten van Linkeroever, waarbij hij 2 kinderen ook verkracht had, van 15 en 16 jaar, heeft hij een jaar in voorarrest gezeten. En na een jaar is dan de zitting. De zitting is in ieder geval 3 keer uitgesteld. Wat dus enorm vervelend is, en dat is dan nog zachtjes gezegd. Freya van Slachtofferonthaal en Caro, die hebben mij altijd geweldig opgevangen, ook op die momenten, want dan werden wij boos. En dan stonden zij altijd voor ons klaar. Die hebben ons opgevangen, ja, op alle manieren. Wij hebben op straat staan huilen, staan lachen, staan roepen. Tijdens de zitting zelf, we zijn een paar keer uit de bocht gegaan, omdat dan de dader eventjes vertelde, ja, ik heb ruzie met mijn vriendin gemaakt en daarom vond ik dat dat mocht. En ik vind, dat zei hij dan naar de rechter gericht, dat ik nog recht heb op reizen en op een leven te hebben, want ik ben nog zo jong. Oké, toen ben ik even door het lint gegaan. Ik geef dat toe. Ik heb even de rechtbank op stelte gezet. Dan was er direct Freya om dan bij mij te komen staan en te zeggen van kalmeer en ga nu terug binnen en zwijgt. Maar in ieder geval toen de uitspraak was, heb ik liggen huilen, omdat op dat moment, ja, de emoties de overhand krijgen en de stress en de spanning van bijna 1,5 jaar of 2 jaar proces, dat eruit komt. De dader krijgt 15 jaar en Vera blijft zoeken naar antwoorden. Ze is bij elke zitting van de strafuitvoeringsrechtbank aanwezig. Dat zijn de zittingen waarbij een dader kan aanvragen vervroegd vrij te komen en waarop de slachtoffers ook uitgenodigd worden om gehoord te worden. Je kan er voorwaarden vragen. Dat doet ze. Moest de dader vervroegd vrijkomen, wil ze dat hij niet in haar buurt kan komen. Hij komt effectief na 10 jaar vervroegd vrij. En dat baart Vera zorgen. Zorgen die nog groter worden als ze bij het inlezen van haar eigen dossier merkt dat de dader van alles over haar zou kunnen te weten komen. Dus ik heb die dossiers gelezen. Daar staan redelijk veel dingen in, een kwestie van adres, mijn middelste naam en nog dingen. En blijkt dat een dader die dus ook allemaal kan lezen, ik wil vooral dat aankaarten, dat stuk echt privé zou moeten zijn. Om alles snel achter de rug te hebben, stond Vera niet lang genoeg stil bij de schadevergoeding. En ze vroeg te weinig. Daar heeft ze nu spijt van. Bij mij is er in de loop der jaren dus een posttraumatisch stresssyndroom vastgesteld, waarbij ik enorm veel last heb om te leven eigenlijk. Ik kan niet naar markten, ik kan niet naar braderijen, concerten. Er staat volk rond mij en achter mij. Dan word ik eigenlijk crazy. Nachtelijke dromen. In het begin heb ik die verschrikkelijk gehad. Die stond naast mijn bed in mijn slaapkamer. Ik werd wakker. Ik wist dat ik wakker was, maar die bleef daar gewoon staan, in mijn mind. Met het besef van een half stuk hersenen, denk ik dan, van dat is niet echt, die staat er niet, maar daar toch niet uit geraken. In mijn ogen mag onze dader de rest van zijn leven, mag die geen leven meer hebben, moet die voor ons betalen. Moet die blijvend aan ons herinnerd worden. En dat is in dit geval
niet zo, maar dat voelt voor mij een beetje weer al als een onrecht. Vera wil niets liever dan gehoord worden, zodat iedereen zal beseffen dat de verkrachting jaren later nog steeds impact heeft op haar leven van elke dag. Dat wil ze zelfs de dader aan het verstand brengen. En ze wil ook zijn verhaal horen. Ik vroeg aan Freya van, kan ik een gesprek met de dader hebben? En Freya heeft me toen geantwoord, ja, dat bestaat, herstelbemiddeling, maar als je dat doet, wordt dat ook aanzien als goed gedrag van hem naar u toe. En dat was er bij mij te veel aan. Dat zou vooral niet mogen samenhangen. En om ook nog maar te denken dat hij een ene dag minder straf zou krijgen, omdat je dan zo'n gesprek wilt, dat is gewoon vreselijk. Dat kun je praktisch niet verwerken, dus ik heb dat niet gedaan toen. Zij doet het niet. En veel andere slachtoffers ook niet. Om dezelfde reden. Zo'n gesprek heeft niet automatisch invloed op de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, maar dat risico wil je als slachtoffer niet nemen. Terwijl velen van hen net wel nood hebben aan contact met de dader. Daarom dat bijna 25 jaar geleden de bemiddelingsdienst Moderator opgestart werd. Tony Heere ziet weer met nieuwsgierigheid die evolutie binnensluipen. Wel, ik heb het systeem van herstelbemiddeling, ik heb daar kennis mee gemaakt, eenmaal op het einde van mijn loopbaan als onderzoeksrechter. En ik vond dat naast de ontwikkeling rond het begrip voor slachtofferontaal, was dat voor mij eigenlijk bijna de tweede belangrijkste kentering. Ook het feit dat de justitie natuurlijk een juridische oplossing geeft, ook in een strafzaak, maar nooit of zelden echt een menselijke oplossing aan heel de problematiek. Waar herstelbemiddeling eigenlijk die twee dingen wel een invulling kon geven. Ik heb dat ook meegemaakt in een moorddossier waarbij de moeder van het slachtoffer mij kwam opzoeken met de vraag om de dader te mogen gaan opzoeken in de gevangenis, wat ik een heel vreemde vraag vond. Uiteindelijk heeft via herstelbemiddeling zijn die gesprekken doorgegaan. In die mate ook dat nadien de moeder zich geen burgerlijke partij gesteld heeft voor het Hof van Assise. Ik heb die moeder nadien nog gesproken, omdat mij dat toch wel danig interesseerde. En ja, zij heeft mij toch wel bevestigd hoe belangrijk dat het eigenlijk is om als dader en slachtoffer met elkaar aan tafel te durven gaan zitten. Moderator VZW zorgt ervoor dat gesprekken tussen daders en slachtoffers kunnen plaatsvinden. De justitieassistenten brengen de slachtoffers met deze dienst in contact als ze voelen dat het slachtoffer dat wil of als het slachtoffer er zelf naar vraagt. Vera had dit zelf gevraagd, maar door haar angst voor een betere uitkomst voor de dader ging ze er verder niet op in. Twee pleegouders die we gesproken hebben, Frank en Melissa, hadden ook nood om te spreken met de dader van de misdrijven tegen hun pleegkinderen. Toen ze heel klein waren, werden ze door hun biologische vader zwaar misbruikt. Daarna werden ze bij een pleeggezin geplaatst. Pleegpapa Frank vertelt het verhaal van zijn gezin. Dus ja, wij zijn biedende pleegouders. Pleegouders die zorgen dus voor kinderen die lange tijd uit huis geplaatst zijn. En waar de ouders dus niet meer voor kunnen zorgen. Op 6-jarige leeftijd is ons eerste kindje thuisgekomen. En op 3-jarige leeftijd is het tweede kindje thuisgekomen. En dat zijn biologische broer en zus eigenlijk. En toen na een tijdje dat eerste pleegkindje thuis was, heeft hij er schrijnend verhaal gedaan eigenlijk. Wat nu? Mijn echtgenoot is toen samen met pleegzorg naar de politie gegaan voor de aangifte te doen. De kinderen moeten ook door de politie verhoord worden, op heel jonge leeftijd. Ze zijn dan 3 en 6 jaar. Dat vraagt uiteraard om een aangepaste aanpak, zeker omdat de kinderen in de buurt van mannen heel angstig zijn. Daar hadden ze ons beloftes gemaakt eigenlijk, dat ging aangepaste zaal zijn, dat ging op kinderniveau zijn. Dat was geen aangepaste zaal, dat was niet voorbereid. Verhoor werd ook door mannen gedaan. Dus en eigenlijk, dat was helemaal niet oké. Dat is volledig misgelopen. Frank en Melissa zijn blijven vechten voor de rechten van hun pleegkinderen. Vanaf het tweede verhoor, waarin alles wel correct is voorbereid en er een aangepaste ruimte is en waar vrouwen het verhoor doen, is vanaf dan hun contact met de politie meer dan positief. Het onderzoek start en sleept jaren aan. Geseponeerd, dan weer geopend, omdat er helaas nieuwe slachtoffers bijkomen. De pleegouders krijgen geen updates over de status van het onderzoek, omdat het parket die opdracht nog niet aan de dienst slachtofferontaal had gegeven. Dat werd helaas wel vaker vergeten. Nu is het gelukkig zo dat de dienst slachtofferontaal automatisch betrokken wordt bij een nieuw dossier.
De justitieassistente Karen krijgt uiteindelijk het dossier van Cato en Maxime op haar bureau en stuurt een uitnodigingsbrief naar de pleegouders. Eigenlijk hoorde dat ik daar met collega's aan het praten was en dat ze op een bepaald moment zei van ik heb hier een brief ontvangen van slachtofferonthaal ondertekend door Karen Dekkers. Kent je die misschien? En dat ik eigenlijk op dat moment wel zo was schrok van ja, dat ben ik. En waarbij dat we dan ook wel afgesproken hebben van kijk, als ik zelfs terug ben op mijn bureau en mijn agenda voor ogen heb, dan bel ik u en dan plannen we onmiddellijk een gesprek in. Ze hebben elkaar snel ontmoet en vanaf dat moment bellen Karen en Melissa elkaar elke maand. Ook als er niet per se iets belangrijks te melden valt over het dossier. Toch vindt Melissa het belangrijk om Karen te horen en eventuele frustraties te uiten. En Karen staat altijd klaar voor een gesprek. Dit contact houdt jaren aan. Het is een onderzoek wat heel lang heeft aangesleept. En het heeft dan toch wel een kleine 6 jaar geduurd voordat de internering uitgesproken geweest is voor de raadkamer. Dan wordt eigenlijk ook er een eerste zitting georganiseerd door de Kamerbescherming Maatschappij, dus de afdeling van de strafuitvoeringsrechtbank die zich bezighoudt met de geïnterneerden. Die zitting van de Kamerbescherming Maatschappij die ging dan door in de gevangenis van Antwerpen. Wat dan voor de pleegouders ook weer een hele aparte ervaring, speciale ervaring is van, je wil wel naar die eerste zitting gaan. We hebben de slachtofferfiche ingevuld, waarin dat we samen zo goed mogelijk en zo specifiek mogelijk hebben opgelijst van graag een contactverbod, graag een regioverbod of in dit geval een verbod om op bepaalde plaatsen te mogen komen. En we proberen dat zo concreet mogelijk op papier te zetten, maar zeker voor een eerste zitting vinden de meeste slachtoffers het belangrijk om zelf ook aanwezig te zijn en daar ook persoonlijk wat toelichting bij te geven. Aangezien het hier om kinderen gaat als slachtoffer, kunnen de pleegouders in hun plaats het woord nemen op de zitting, en dat doen ze. Ook voor hen was het belangrijk om gehoord te worden. Ze hebben geprobeerd om op een bepaald moment met moderator tot een gesprek te kunnen komen, maar omwille van de psychische toestand en toch ook wel de zwakkere begaafdheid van de dader, is jammer genoeg dat gesprek er niet gekomen. Dan hadden ze eigenlijk ook al hun moed bijeengeraapt om op de raadkamer zelf, op het moment dat de internering werd uitgesproken, om eventueel hun zegje te kunnen doen of een brief die ze voorbereid hadden om die te kunnen voorlezen. Jammer genoeg was de dader op dat moment niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Zijn advocaat vond het op dat moment beter dat hij vertegenwoordigd werd door hem. Dus ook daar hebben ze hun brief niet kunnen voorlezen. Dus ze hadden nu al een hoop gezet op die zitting van de Kamerbescherming Maatschappij. Maar dat betekende dus naar de gevangenis, door de metaaldetector, daar inderdaad wachten. Nu de gevangenis van Antwerpen, daar was eigenlijk geen wachtzaal voorzien. We hebben daar dus in een inkomhalleke moeten wachten. En dan zijn we binnen mogen gaan. De advocaat van de dader heeft nog geprobeerd om dat niet te laten voorlezen, want hij zei, we hebben kennis genomen van uw brief. We weten welke boodschap je wilt overbrengen. Het is oké zo. Maar de voorzitter heeft dan gelukkig gezegd van, u heeft dat voorbereid. U heeft het recht om vandaag hier ook uw zegje te doen. En dan heeft de pleegmama de brief ook kunnen voorlezen. Wij wouden ons gevoel dus toch eigenlijk een beetje uiten. Naar hem toe ook eigenlijk ook, kijk, heb je wel besef ervan wat je aangericht hebt. En naar de kinderen toe, naar ons toe, naar veel mensen toe. Naar ons ganse gezin eigenlijk, het thuis. Het is niet alleen de kinderen, iedereen is ermee bezig. En dat was eigenlijk de bedoeling daarvan. En ook voor een stukje verwerking ook. Dat we gehoord werden, werd naar ons geluisterd, wij hebben ons op een beleefde manier kunnen zeggen hoe ons gevoel erbij was. En dat was het eigenlijk. En daar hebben we het hoofdstuk eigenlijk kunnen afsluiten.
Conclusie: slachtoffers willen gehoord worden. En de dienst slachtofferentaal helpt hen daarbij. Voor de zitting om hun boodschap voor te bereiden, tijdens de zitting, die zeker als het slachtoffer het woord moet nemen, stressvol kan zijn, en na de zitting, zodat de emoties kunnen opgevangen worden en de vragen gesteld. Tony Heere heeft het verschil ook gemerkt en schetst hoe de bijstand van de dienst slachtofferentaal voor de slachtoffers er langs zijn kant van de zittingzaal uitziet. Wat ik moet zeggen, mijn ervaring met justitieassistenten slachtofferentaal is bijzonder positief. Wat ik altijd bijzonder gewaardeerd heb, is precies hun professionaliteit, hun empathisch omgaan met hun discretie. Ik heb dat natuurlijk van kort bij meegemaakt als onderzoeksrechter, maar ook nog recentelijk bij het meezetel in een assisezaak zag ik in de zaal opnieuw de dames van slachtofferontaal de verwanten van de burgerlijke partij begeleiden. De ganse dagen lang het niet overnemen, maar het echt bijstaan van. En dat is geen gemakkelijke taak. Zij bewijzen eigenlijk bijzonder belangrijke diensten binnen heel dat strafproces. En vooral de behandeling ook nadien, ja. Wat Vera, Frank en Melissa gemeen hebben, is dat ze willen gehoord worden door de rechter en de dader. Hun vragen beantwoorden en wensen helpen verwezenlijken is een van de grootste taken van de dienst slachtofferontaal. Deze getuigenissen van Vera en Frank leggen ook nog wat pijnpunten bloot en geven aan waar we nog stappen moeten zetten. Tijdens de volgende en laatste aflevering van deze reeks gaan we het hebben over die stappen die nog moeten ondernomen worden. Wat hebben slachtoffers nodig? En hoe kan de maatschappij daaraan tegemoetkomen? We luisteren naar de getuigenis van Fatima en Sarah, een mama en haar dochter die 25 jaar lang thuis geterroriseerd worden door de vader van het gezin. Een slachtoffer betekent niet dat je zo'n kleine grijze muis moet zijn die constant bang is, die constant schrik moet hebben. Nee, je hebt echt effectief mogelijkheden die ervoor zorgen dat je je als slachtoffer ook gewoon kunt uitspreken en kunt laten zien van wat jij hebt gedaan is niet oké, maar nu ga ik opstaan voor mijn eigen rechten. En we gaan ook het charter voor slachtofferrechten voorstellen, ontwikkeld door de dienst slachtofferentaal. Het zijn 10 geboden voor de wetgever om de werkelijke noden van slachtoffers om te zetten in tastbare wetten. Die 10 geboden brengen ons van het verleden naar de toekomst. Om af te sluiten nog even dit. Frank sprak over een brief die Melissa heeft voorgelezen om hun gevoelens te kunnen uiten en hun kinderen via hen een stem te geven. We eindigen deze aflevering met deze brief, voorgelezen door hun justitieassistente Karen. Deze brief gaat over de gevolgen van de feiten op de kinderen, de zware impact ervan. Als je dit liever niet hoort, kan je de aflevering hier stoppen. In juni 2017 stond de wereld heel even stil. Cato vertelde die ochtend namelijk haar groot geheim. Wat nu gedaan? Welke stappen moeten we ondernemen? Blijkbaar was dit niet zo duidelijk. Na een tijdje van links naar rechts gestuurd te worden, ben ik samen met pleegzorg klacht gaan neerleggen bij de politie. Oef, dachten wij, maar alles was minder waar. Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van Cato en Maxime heeft een zeer grote impact op hun leven. Niet enkel vroeger en nu, maar met grote waarschijnlijkheid de rest van hun leven. Op zeer jonge leeftijd hadden ze een groot mensengeheim door jou opgelegd. Welke ouder verwacht dit van zijn kinderen? We hebben steeds met respect over jou gepraat als ouder, maar dit respect is soms wel zoek. Cato heeft zeer grote angsten. Waar was jij als ouder toen ze hierdoor slapeloze nachten had? Huilbuien, woedeaanvallen, slecht eten, slechte resultaten en slecht gedrag op school. Overgeven, mij niet kunnen loslaten en zoveel meer. Heb jij tijdens die 5,5 jaar sedert de eerste aanklacht hier al 1 keer over nagedacht? Hoe bang moet ze geweest zijn? Ze voelde zich zo alleen en verantwoordelijk voor haar broertje. Maxime had zich op 3-jarige leeftijd volledig afgesloten van de buitenwereld. Hij kon geen gevoelens uiten, voelde geen pijn, kon niet stappen en praten. Maar Maxime is een vechter die zich niet zo vlug klein laat krijgen. Hij heeft al reuze stappen ondernomen.
Vele triggers in huis hebben we al kunnen wegnemen, maar alles hebben we niet onder controle. De triggers komen en gaan en maken de kinderen met momenten zeer angstig. Door de wekelijkse therapie bij de psycholoog, psychiater, logo en pleegzorg hopen we de kinderen een kans te geven op een gelukkig leven. Hopelijk krijg je een straf waar je tot inzicht kan komen wat jij, Cato en Maxime, hebt aangedaan. Samen met de kinderen hopen wij dat ervoor gezorgd kan worden dat dit nooit meer kan gebeuren. Want dit wensen we niemand toe. Desondanks alles wat er zich heeft voorgedaan, blijven Cato en Maxime van hun ouders houden. We zullen hen altijd blijven stimuleren om jullie niet te vergeten. Deze podcast is een productie van het Agentschap Justitie en Handhaving en Stemmen van Assise. Met dank aan mijn collega's Luc Gadisseur, Michael Escroart, Zeger van Garsen en Lisbeth Wiseur. Ik ben je host, Kate Luisterborg. Eindredactie door Nieuwsblad en House of Media. Je kan ons steeds bereiken via communicatie.aeh@vlaanderen.be. Bedankt voor het luisteren.